Ronald zegt dat hij kan sturen, net zo goed als de chauffeur. Maar als hij dat mag proberen, weet je wat er dan gebeurt? Boem! Een kat ondersteboven. Klap! Een hond dood. Oh! Een mens! Karta! Tegen een boom op. Plant! Waar zijn we? In de trends. In de plomp. Net zo goed als de chauffeur. Maar als hij dat mag proberen, weet je wat er dan gebeurt? Boef! Een kat ondersteboven. Klap! Een hond dood. Oh! Een mens! Krakata! Tegen een boom op. Plant! Waar zijn we? Allee, ga maar zo nog. Ik pak me goed. Magnifico. Nou, de man doet een bak die aan zo kan. Een boer ja. Ik val de transmis. Dat is namang. Papa. Ik kan niet drinken. Stop me, yes, go to. Aboom. In a full time, oh boy. Okay, I'll eat all. Stone snail me, go, 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 go. Maar is dringend bij elkaar sturen, jongen. Ik heb een kruip aan mij, een strand aan mij, jongen. Met tijdje, boy. Kom weer. Latijon. Surinamers weten niet wat afspraak is. Zo laat! Afspraak van jou, noem je door een jackpot. Ik vind dat mijn konde je bel. Je bel even, bel! Bel je bel te goed, maar bij jou bel te goed. En nog geen $5, $10 bel te goed, mijn baggy. Dan moet je bellen toch? Hey, but I'm not gonna tell you.
Het is een zebrapad. Weet je wat die wagen kost? Weet je hoeveel dollars ik heb betaald voor mijn wagen? Luister je naar de radio. Verkeersprogramma's. Luister je naar meneer John Jones. Ik luister naar meneer John Jones. Dat wat zegt hij? Hij heeft gezegd dat bij een zebrapad moet je oversteken. U rijdt te snel. Ik rijd te snel. U rijdt te snel. We gaan lekker worden als er naar. Olion. Hallo, Eva. Hi. Ja, maar ik... Eva. Ik bedoel, nee, maar we hebben die dingen afgesproken, toch? We gaan niet te lang erover doen. Eva, kom! Ik bedoel dat, ja. Nee, ik schroom niet, ik ben bij een service station, maar die jongen doet moeilijk. Ja. Goeiedag, meneer. Goeiedag, meneer. Ik ben bezig aan de televisie. Je maakt zoveel lawaai. Maar u houdt de andere klanten op, meneer. Breek het. Nee, maar u houdt de mensen op. En bovendien, meneer, is het niet toegestaan om hier te bellen met een cellulair toestel, meneer. Dat kan niet. Ook dat nog? Nee, het mag niet, meneer. Er staat toch een bord, meneer. De klanten hebben last van mij. Er zijn zoveel. Kijk, om mijn pomp, Wabi. Meneer, waarmee kan ik u van dienst zijn? Want zodat ik de rest ook kan helpen. Ik ga tanken. Wat mag ik voor u tanken, meneer? Even hoor, laat me afbellen. Nou, meneer, hallo. Maar u mag hier niet bellen, meneer. Laat me het kort sluiten, mevrouw. Schat, zo. Ik bel je terug, hoor. Ja, over 10 minuten. Ja, want ik ben bij een pompstation en die jongen doet moeilijk.
Meneer, ik doe niet moeilijk. Het is mijn job, meneer. En ik moet u erop wijzen. Ik praat tot de andere. Meneer, er is brandgevaar. Okay. Ik moet u wijzen op de voor- en de nadelen. No, 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 no. Vooral de nadelen op dit moment, meneer. Brandgevaar. Nooit dat u aan het is een gevaar, meneer. Zoveel dingen uit te leggen voor een klein beetje olie. God, man. Wat gebeurt met mij, lang? U gaat tekeer, meneer. Ik ga niet tekeer. Jij bent begonnen je bongs op dat ding. Als je dat ding breekt nu, wie gaat ervoor met je baas? Niet breken mee, meneer. Gaat het niet Sorry. Breken, je was doende. Oké, meneer, je was waarmee, doende. Meneer, waarmee kan ik u van dienst zijn? Z30 SRD. Een letter. Oké. Okay. Hey, zo grofo. Je zou maar ook gaan wakken, jongen. Hoezo, meneer? Als je dat ding dicht maakt, klept het zeker terug, toch, meneer? Het gaat automatisch. Het komt niet terug, het komt niet terug. Ja, meneer, kijk u maar. Laat, libi. Met Mr. Brokke, aan mijn baie. Zo, meneer, kan ik nog wat voor u betekenen? Misschien uw ruiten of zo? Nee. Abontano, je boer. Oké, dan kost u 30 SMD. Ik betaal met een cheque, hoor. Met een cheque? Ja. Nee, we accepteren geen cheques, meneer. Zo'n groot bedrijf, zo'n big bedrijf, we accepteren cheques. Nee, maar het is niet gebruikelijk dat we hier cheques accepteren, meneer. Misschien is het zelf ongedekt. Ongedekt? Dat kan. Ik zeg, je bent gewoon voerman. Nee, dat heb ik niet gezegd. In geen geval ben ik een boef. Meneer, dat heb ik. Ik heb niet gezegd dat u een boef bent, maar je weet maar nooit, meneer. Daarom accepteren we geen cheques. Oké, kijk hier. U heeft geen kleine. Maar u heeft geen passend of zo. Heer Deolai Oluna Timoni. Snel, maar 20 SRD van u terug. Alsjeblieft, meneer, uw klein geld. Dank u wel. Oh, het was uw laatste, meneer. Gaat je niets aan. Bemoei je met je eigen zaak. Maar wat gaat dat? Mijn klein geld. Hey. Nee, meneer, is een goede grap met u, meneer. Een fijne dag. Hoeft niet. By the way, mijn sleutels. Mijn sleutels? Ja, mijn sleutels bij jou zo net. Een beetje aan vrouwmoer. Meneer, ik heb je sleutels helemaal niet gebruikt, meneer. Niet gebruikt? Dan moeten ze hier zijn, toch? Ja, maar ik heb geen gebruik gemaakt van ik uw sleutels, meneer. Ik ben niet verder meneer. Gegaan dan hier. Meneer, maar dan heeft u goed gekeken in uw auto of zo, hè? Ik heb uw sleutels niet gebruikt. Ik kan binnen 5 minuten ons hotel laten. Maar meneer, het ligt niet aan mij. Andere klanten moet ik nu ook helpen. Dan... Ja, nee, sorry, maar mijn sleutel gaat nu weg zonder me. Hoe ga ik weg? Mama, het ligt niet aan mij, meneer. Ik heb een sleutel. Ja, mister, dat is mijn mister. Doe je voer, jongen. Heel veel zin in gevoer. Heel veel zin in gevoer. Zo, maar. Zolang ik nog kies, mister, dan mama ik mijn keer af. Waarom jij? Mina moeilijk, maar in de stap, zo, mama. Je weet nu wie ik ben. Je weet nu wie ik ben. Mijn sleutel is niet genomen, meneer. Ja, mijn sleutel is niet genomen, maar waar zijn ze? Dus ik ben ze kwijt. Nee, je hebt nog 2 minuten hoor. Meneer, maar ik heb u gezegd, ik heb uw sleutels niet eens gezien, meneer. Ben ik heb uw sleutels. Ik kan aan mijn sleutels, dat is een bord. Meneer, ik vraag u beleefd om misschien nog eens een keer in uw auto te meneer, kijken. Meneer, jullie hebben bepaald om in mijn auto. Ik ben een paar keer geweest aan het ding. Ik vraag aan mijn sleutels. Nee, meneer. Ik geef je 2 minuten. Ik geef je twee minuten. Maar ik heb... Maar mij beschuldig me en om aan mijn sleutels dat ik niet las aan mijn sleutels. Ik vraag hem om weer eens een auto te kijken. Je gaat de baas doen. Waarom alleen voeren? Meneer, je kunt zulke dingen niet hier. Nee, meneer, u kunt dat niet zeggen. Laat de mensen weten, jullie zijn boeven. Zo. Hoor, ik ben er wel kon, jij binnen 5 minuten dan meneer, maar ik heb u beleefd gevraagd om nog eens een keer te kijken, meneer. Daarom heb ik u gevraagd om nog eens een keer rustig te kijken, meneer. Bas, die man is roto. Ja, meneer, maar ik heb uw sleutel helemaal niet. Ik heb het niet eens gebruikt, meneer. Dat gaat meneer. Niet aan het sleutel. Goeiedag. Bas, Stan. Aangenaam. Maar ik heb kunnen proeven dat er wat problemen hier zijn. Ja, ik ben nodig gekomen met mijn wagen. Even meneer. Ik kan u begrijpen. U bent in het nee, maar kijk, ik ben gekomen met mijn wagen. Mister Rotto, met de baas. En ook contact binnen. Ja, even. John, ga alvast naar kantoor. Ja, maar ik heb zijn sleutel helemaal niet eens gebruikt. John, ga naar het kantoor. Meneer, even. Ga naar het kantoor. Hé, Talley! Meneer, ja, ik kan u begrijpen, meneer. Net wat ik zeg. Uw contactsleutel heb ik begrepen, bent u kwijt. Maar het komt wel goed. U bent nergens anders geweest, u bent hier geweest, dus het moet hier zijn. Ik vind hier, kijk, ik heb geen trofie, maar het hoeft niet. En dan ga je kouga peng, we kunnen rustig praten. Begrijpt u, dan zijn we wel irritatie toch? Dat heb ik gezegd, maar begrijp wel irritatie. Man. Ja, ik begrijp het, maar dat nog boem. Houdt u zich kalm, luister meneer, kouga kantoro. Dat we wat gebruiken, rustig zitten, praten over dingen. En ik kan niet bouwen, ja, er zijn meerdere... pompen. De mensen kunnen dan bij de andere pompen om zo net niet betekenen, hij vindt aan mij. Nee, maar in dit specifieke geval, in een man vindt een sloto. In een man vindt een sloto. Daarom is het noodwerk.
Maar u begrijpt me. Ik begrijp u volkomen, meneer. Komt u even mee naar de kantoor? U begrijpt me dan, meneer. Oké. Als u me maar begrijpt. Kijk, behalve dat baas, ik ben eerlijk. Maar ik ben hekel naar ready man. Ik loop ready man toch? Nee, dat je nog kan kijken naar Gado met Kuala Mala. En als je niet loopt, dan je niet rook of Gado. Dat kan niet. Want Gado schrijft met je toe. Kom mee. Dan ben ik trok. Kom. Jong. Je mag plaatsnemen, meneer. John, half vast wat sap of fris in de winkel. Ja, dus zo gauw aan boy kom, dan praten we er lekker over. Dus heb je heel rustig, ontspannen. Maar zijn is nergens voor nodig voor McTrobby. We leven maar kort, meneer. Is nergens voor nodig voor McTrobby. Ik ook plezier aan mijn kandra. Ik begrijp mijn kandra, dat is de eerste vereiste, toch? Sorry, meneer. Meneer, drink aan het zien. Nee, meneer. Dit is heerlijk hoor, kan ik u aanbevelen. Maar na sap toch? Maar pas, de nodige vitamine. Hoe naar bier? Er is wel bier, maar u zit in het verkeer toch? Straks gaat u weg met uw wagen en dan is het niet verstandig voor drink bier. En wanneer u thuis aankomt, die drinken staan. Ik kan het u aanbevelen, is heerlijk hoor. Oké, alsjeblieft. Ik heb het niet voor jou genomen. Nee. Oké. Luister, we gaan proberen de zaak even op te lossen. Meer een scootwear hè. Maar ik probeer om oplossing te brengen in de zaak, omdat het ook vervelend voor mij zou zijn als ik kon go tanken, je berekent dat je tanken, zodat je dan... Bas, ik zou pas aan het begin. Als aan het begin dat ik kon, ik rij kon, ik ben bezig naar de telefoon, maar nu zou ik even naar de deboskop om ik kiezen, even naar zang. Amen, naar ruit, zo heel mag ik even onderbreken. Laat me even duidelijk maken, kijk. Okay. Het telefoon zijn, Yusuf, dat je hebt het zelf gezegd, meneer. Dat je daar naar telefoon, ja. Maar... Bij een pomp mag je niet gebruik maken van je telefoon. Dan moet hij dat toch? Zeggen, maar hij pomp. Er is een bord daar. Dus bij een service station in de markt. Nee toch, geen enkel service station. En als je zo'n media, overal is het zo, internationaal. Je mag met me schuldig morgen in, maar ja, bedoel, is mooi, een manier van komen. En ik was al ook al een beetje geïrriteerd. Oké. In een verkeer is dat vast aan het go. Ik ben weer in de tram, ik kom tegen Lorenz. Ja. Dan word je ook overspannen en dat kan leiden tot explosie. Ja. Stan, dus toen was er ook iets anders. Die meneer wilde met een cheque betalen. Toen heb ik hem gezegd, nee, we accepteren geen cheque. Ze zijn ook boos geworden. Ik bedoel, maar ik heb betaald. Ik heb betaald. Kijk, maar John, ik heb jullie geleerd. Zeg, kijk, je gaat allerlei klanten krijgen daar bij de pomp. Ja. Je hebt mensen die zachtaardig zijn. Je hebt mensen die misschien vanwege omstandigheden een beetje verhit zijn. Met die mensen heb ik jullie ook leren. Ja, maar zo ben ik met die meneer om. Ik heb hem zelf aanbevolen van wat ik nog verder kan doen. Behalve tanken. Als ik misschien die ruiten kan schoonmaken. Ja, maar hij was een beetje verhit. Ja, maar toen was het reeds zover. Hij heeft toegegeven, John, was een beetje verhit. Maar het zal niet meer voorkomen. Want ik heb zijn sleutels helemaal niet gebruikt. Ja, maar waar zijn ze? Ik heb zijn sleutels helemaal niet gebruikt. Kriebel. Meneer. Kriebel. Wat zijn ze? Is het niet in uw wagen of zo? Helemaal niet. Ik heb die hele wagen door zo. Dus misschien dat die meneer even in zijn zak moet kijken of zo. In mijn zak, je begint bakken. Nee, even rustig. Nee. Kijk, de man komt met een suggestie. Misschien is het daadwerkelijk in uw zak. Het hoeft niet zo te zijn. Of je controleert, dan hebben we de zin. Maar die mis dat toch? Oké, misschien niet. Ik kom er weer. Wel, oké. Maar dan heeft hij gekeken. In uw zak. Oké, geen probleem. We zijn blij dat u het gevonden hebt. Dat is belangrijk. Maar voor het gezin is menselijk. Ja, Dora. Ja, maar ik had het al die meneer moest kijken. Ja, die was een beetje verhit, dus waarschijnlijk daar kan hij. Ik heb in Nabruja hebt u het gezet in uw zak. Oké, maar geen nood. We gaan u daarvoor niet verkwalijken. Kan iedereen overkomen. Kan overkomen, Mia kan overkomen. Pompendien of meer. Kan overkomen, alles maar is toen niet meer kwalijk. In ieder geval, Asan Feni. En dan gaan we drinken daarop. Ik kan toast uitbrengen. Maar dat is prachtig. Takasan vind ik bij ontzettend blij. Ik vind het heel leuk van u dat u ja, dus. Maar kan hij die auto dan direct weghalen? Want die andere klanten moeten dan. Mag je niet druk. Ik heb begrepen. Misap Sepsano in appressie. Hey, sorry voor wat gebeurd is. Ik was verhit, zie. Maar door dat stukje takvol optreden van de baas.
Je ziet vast aan het goto. Je doet een wangrond tabu, je komt elkaar steeds weer tegen. En dan zijn voor met trobi. Ja, jong, je drinkt wat sani. Bas, je drinkt wat sani. Koka festi, koka. Koka festi. Ja, maar je wil van mij niet. Hij me deed aan een pompstation, de man, waar je het me. Wacht in mijn barcade, want je wacht in mijn. Zoveel lawaai. Je mag hier niet bellen hoor. Maar ben, kan om mee, ben. Nee, look, ja, zo'n een service station. Gedraag niet terug naar kwaad. Alles maar wat voor. Hé, jong, jong, Arke. Je mag bellen, ja, je mag. Jan, help die mevrouw, maak er wegwijs. En ja, want ja, u moet gewoon helpen worden. Oh nee, maar u mag niet bellen, mevrouw. Jawel, jawel. Er zijn overal borden. Als u even goed kijkt, mevrouw. Overal staat het aangegeven. Hier staat het nergens aangetrekken, meneer. Kan niet zo. Mevrouw, maar het mag niet. Met nog bedankt, meneer. Hey, okay, ja. Dan gaan u direct, ik stuur direct iemand om u te helpen. Ja, maar kunt u het alsjeblieft uitdoen? Ja, dank u wel.